Ik sta hier bij wat mensen. We staan midden op de route en iedereen loopt lekker langs om ons heen. En jullie komen uit Groningen. Groningen. En het is jouw eerste keer, hè? Het is mijn eerste keer. Hoop ik dat ik hem uitloop. Ja, want... Vorig jaar ben ik gestrand in Kuik. Hoe komt het? In Kuik? In Kuik. Op de laatste dag? De laatste dag. Hoe voelde dat? Heel zwaar. Nou ja, piep. Wat was de reden? Een zweepslag. Oh, ja. Dan kun je er niks aan doen. Nee, het was heel vervelend. En nu goed geoefend? Ja, goed geoefend. Speciale kousen aan. En hoe doe je dat in Groningen goed oefenen? Zijn er leuke plekjes om te oefenen? Ja, bij Groningen is er genoeg ruimte. Dan loop je van Groningen naar Friesland en weer terug? Ja, naar Drenthe. Friesland. Mm. Friesland, nee, dat is niks. Wat is er niet goed met Friesland? Ja, weet niet. Er zit een van een muur tussen of zo. Oké. Okay. Mooiste plekje. Ja, mooiste plekje, hè. Ja. Mooiste plekje in Friesland is altijd de bus, altijd naar Groningen. Hey, en u loopt al voor de 8e keer? Ja, klopt. En u komt ook uit Groningen? Ik kom ook uit Groningen. Hey, maar waar is dat accent van jullie? Dat ik je wel even vertel. Oh, u gaat mij dan wel even vertellen. En hoe leuk voor de 8e keer. Praat maar gewoon in het Gronings. Hoe gaat het vandaag? Gaat hartstikke goud. Ja, gaat hartstikke goud. Ja. Oké, dat is heel mooi om te horen. En de dag van vandaag is leuk. De dag van morgen is leuk. En de dag van Groesbeek. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Dat vind ik het allerleukste. Ja? Ja. Maar is die niet de zwaarste dag, die dag van Groesbeek? Ja, wel. Maar de omgeving, de militaire speel daar, grandioos. Oké. Okay. En dan hebben we natuurlijk de vrijdag, hè, de laatste dag. Ja, dan ga ik naar, ren ik haast naar Malden. En daar staat mijn man. En dan... Ben ik helemaal blij. Okay. Zeggen ze in Groningen dat je in zijn Gronings dat je heel erg trots bent op de Vierdaagse van Nijmegen? Ik loop voor de 8e keer de Vierdaagse van Nijmegen. En ik ben er super trots op dat ik daar dank in. Zij doet het voor de eerste keer. Vorig jaar uitval. Hij voor de eerste keer. Maar we gaan ervoor. Samen lukt ons dat wel. Ja. Dat vind ik een hele goeie. Hé, hey, mevrouw, dames, meneer, succes. Ik zou zeggen, vervolg jullie route. Oké, bye bye.